Hallo, goedemiddag. Ik ben van RTV Rijnmond. Ja. Ik vroeg me af of ik een stukje met u mee mag lopen. Met mij mee lopen? Ja. Ik moet naar de bushalte dus. Nou, daar gaan we. U was op weg ergens heen? Ja, naar Nieuw-Lekkerland. U gaat met de bus? Dus ja. En wat gaat u doen in Nieuw-Lekkerland? Naar een vriendin ga ik. Even op de koffie? Even op de koffie. Ja. Een goede vriendin van u? Ja, een goede vriendin. Al 60 jaar. 60 jaar vriendin. En niet meer met de auto? Nee, mijn man is overleden dus. En de auto, komt niet meer van, hè. Kan niet rijden dus. Je hebt geen rijbewijs? Nee. Jammer genoeg niet. Dus de auto is daarmee ook weg? Nou ja, die is weg. Ja. Want uw man is hier al lang overleden? Nou, een jaar. Ah. Ja, dat mis je wel, hoor. Ja? Nou. Je voelt zich alleen af en toe? Jawel. Dit is de tweede keer al, dus dat ik alleen ben. Tweede man. Ja, dat is allemaal niet zo mooi. Hè? Wat is er eerder gebeurd dan? De eerste man ook overleden. Even kijken, kunnen we hem oversteken daar niet. Die eerste keer, hoe is dat gegaan? Ook al lang geleden? Ja, dat is al 18 jaar geleden. 18. Was hij ziek? Of? Ja, kanker ook. En nu was ik weer heel gelukkig met deze man. Maar ja, die is ook weer overleden. Dan ben ik mijn kaart op zoek. Maar wat mist u het meest? Ja, de gezelligheid. Hè? Ik heb hele lieve kinderen, maar ja, daar kan je ook niet over zitten. Hè? Die zijn goed voor me, maar ja. Maar je hebt kinderen, zei u? Ja hoor. Hoeveel? Twee, zoon en een dochter. En hoe oud zijn ze? Nou, mijn dochter is 50 en mijn zoon is 45. En ik ben al overgrootmoeder. Overgrootmoeder? Mijn zoon van mijn dochter, ja. Ja, dat is ook heel leuk. Kindje van een jaar. Ja. Nou, ze wordt wel voor het nageslacht gezorgd. Ja hoor. Ja. Ziet u ze vaak? Ja hoor. Iedere week, iedere zondag ga ik er eten bij mijn dochter. Ja. En vroeger, heeft u gewerkt vroeger? Of ja, was u altijd kleuterleidster geweest. 8 jaar. Ja. Was dat leuk werk? Heel leuk. Ja, heel leuk. Ja. Wat was het leukste eraan? Ja, van alles. Kinderen waren erg lief vroeger. Ik vind ze tegenwoordig wel anders. Ja, is het veranderd? Ja, vindt u? Vind ik wel. Ja. Wat is er veranderd? Nou ja, ze zijn bij de anderen. En, vind ik wel. Vind je niet dan? Vroeger waren ze wat liever. Veel makker, ja hoor. Hoe zou dat komen dan, denk je? Ja, hoe zou dat komen? Misschien wel dat alles een beetje spannen staat. Hè? Ja, is het allemaal zo? Door de gewerk, die werkende vrouwen. Ja, dat denk ik altijd maar. Hè? U bent pas gaan werken toen de kinderen uit huis waren? Ja. Ja. Dat vond u beter? Beter, vind ik wel. Ja. Ja. Ik ken Alblasserdam ook wel een beetje als een christelijk dorp. Is dat zo? Jawel, ja, ja. Veel kerken ook, hè? Ja, ja. U gaat ook naar de kerk? Ja, naar die grote kerk. Ja, ja, ja. Heeft u daar een beetje steun van? Zeker? Oh, jawel. Ja hoor. Wat voor manier? Nou, de mensen vragen hoe het gaat en ze komen eens aan. En, ja. Ik geloof dat hij eraan komt. Dat is, nee, nog niet, hè? In het begin is het een beetje moeilijk, hè? Dan kan je het moeilijk... Ik moet het zeggen, accepteren. Hè? Dat je weer alleen bent. Maar ja, nou gaat het wel weer hoor. Je heeft er wel eens gevraagd van naar boven. Van, ja, waarom? Waarom moet dat nou? Waarom? Ja. En tot 2 keer toe. Ja, daarom hè. Waarom ik? Hè? Wat hoor. En heeft u een antwoord gekregen al? Nee. Nee. Ik krijg er geen antwoord op hè. Nou, bedankt dat we even mochten meelopen.